En dan sta ik in de catacomben van de O2 Arena. En dan kom ik in één keer een stel gasten tegen, zien er zo gaaf uit. En dit keer Robin van Persie. Hallo. Niet als Kabouter Plops zoals vorig jaar met een pilon op je hoofd en een zonnebril, maar als? Als Thomas Schaub. Alleen dat was nog wel een discussiepuntje onder de jongens. Want iedereen die wil natuurlijk Thomas zijn. Ja. Vertel, moet je even uitleggen waar dat van is? Want het is een serie op Netflix. Ja, het is een serie op Netflix. Daar zijn we allemaal fan van. En toen dachten we van, weet je wat, we gaan Mighty Mike supporten. Maar dan wel in stijl. Gekleed, deze kleer. En toen dachten we van, ja, hoe dan? Weet je, als Peaky Blinders. Maar ja, toen kwam het dus op van, wie is wie? Je hebt Thomas Schaub, je hebt Arthur Schaub, je hebt John Schaub. Je hebt onze Italiaanse maffiavriend Luca, toch? Sangretta. Dus ja, dat was nog wel een dingetje. Dus het is nog niet helemaal duidelijk wie nou wie is. Maar we zijn in ieder geval wel in stijl gekleed vandaag. Ik dacht even, dit is een screentest voor Siska de Rad 7 of zo. Ja. Niveau ligt hoog. Niveau ligt hoog, hè jongens? Ja, zeker. Maar, nou wat anders. Ja. Ik heb gehoord in de wandelgangen dat, jij bent natuurlijk gestopt met voetballen. Ja. Dat jij net als Rafael van der Vaart, dat je wil gaan darten. Nou, ik hou mijn opties open. misschien wordt het tafeltennissen of darten of een beetje paddeltennissen. Of we gaan het zien. Of acteren. Ja, bijvoorbeeld, ja. Zien we er goed uit vanavond of niet? Je ziet er fantastisch uit, ik kom bij je staan. Ja. Kijk dan, Robin van Persie, daar acteur, tafeltennisser, wat nog meer allemaal? Liefhebber van darts. En, sorry? Ja, zeker weten. Ja, wat nog meer? We hebben ontzettend veel zin in vanavond. Ja. We gaan Michael supporten. We hebben hem vanochtend al even gezien. En Michael ziet er goed uit. Hij is er klaar voor. Jullie zien er ook goed uit, jongens. Dankjewel. De Peaky Blinders. De Peaky Blinders. Uit Rotterdam. All right. Dankjewel.